Music for Life, de grote liefdadigheidsactie van Studio Brussel, zit er helemaal op. De drie presentatoren, Sam de Bruin, Sophie Lemaire en Siska Schoeters, zaten sinds vrijdagavond in het Glazen Huis aan Gentse Zuid. Tot een uur geleden hebben ze ononderbroken verzoekplaten aan elkaar gepraat en grote en kleine sommen geld in ontvangst genomen. Goedenavond. Met het geld van Music for Life gaat het Rode Kruis muskietennetten kopen voor de bevolking van Burundi. Om die te beschermen tegen de grootste doodsoorzaak in het land, malaria. Het bedrag dat met de actie is ingezameld is zo net bekendgemaakt op de grote slotshow in de Gentse Vooruit. Deze vierde editie bracht een recordsom op. De eer was aan het nethoofd van Studio Brussel, Jan van Biezen, om het te verklappen. En dan komen we tot een fantastische eindsom. Jij mag het zeggen, Jan, het naam van iedereen van Studio Brussel en alle medewerkers. Het is 3.649.595. Dank u wel. Dank u wel. Ja, en Bart Scholz staat in de Gentse Vooruit. Bart, ik kan mij voorstellen dat ze daar tevreden zijn met dat resultaat. Dat alles is ongelooflijk veel geld brengt. Maar dit is natuurlijk wel Music for Life. De man die kan het heel hoog. Hij is vragen aan de netmanager van Studio Brussel, Jan van Biezen. Een fantastisch resultaat, anders kunnen we dit niet noemen. Dit is geweldig. Dit is het resultaat van een solidair Vlaanderen. Als je ziet wat je met de radio kan bereiken, als de mensen er maar voor gaan, voor een goed doel. Het is, ik heb er geen woorden voor. Superlatieven alleen maar. En nog beter dan vorig jaar. Nog beter dan vorig jaar. Vorig jaar dachten we, we zitten aan onze limiet. Zoveel solidariteit, zoveel mensen die individueel iets gedaan hebben, mensen die in groep iets gedaan hebben. Dit jaar nog meer. Ik wil heel Vlaanderen hartelijk danken voor dit fantastische resultaat. Ook eens luisteren bij de burgemeester, meneer Termont. Ik heb Marcel van Tilt daarnet horen zeggen, het was nog beter dan vorig jaar hier in Gent. Wat vond u ervan? Ja, het is ongelooflijk. Jan weet het, ik was eigenlijk met een klein hartje begonnen om te zeggen, gaan we hetzelfde kunnen halen van vorig jaar. Wat was vorig jaar al schitterend. We hebben nu gezien dat het inderdaad nog beter is. Niet alleen uit de financiële opbrengsten, maar ook qua sfeer. Het is toch ongelooflijk wat deze actie in beweging kan brengen in Vlaanderen. Er is een ongelooflijke solidariteit. Dat is een pluim op de hoed van de jongeren in Vlaanderen. Er is een grote solidariteit bij de jongeren. Er is een grote liefde voor muziek en er zijn heel veel mensen die echt in grote solidariteit hebben getoond en wij zijn fier als Gent om daar gastheer te mogen van zijn. Dan ga ik je zo onmiddellijk aan jullie twee vragen. Wat mogen we volgend jaar verwachten? Komen we terug? Moeten we terug naar Gent komen? Dat is de baas. Geen idee. Ik ga nu straks even in een kleine coma. Het is een ongelooflijk avontuur geweest. Ik ga daar eens rustig over nadenken. Dat zien we volgend jaar wel. Dus op tijd ga ik het wel meegeven wanneer het beslissing geval is, maar op dit moment kan ik nog niets over zeggen. Dankjewel, heren. Straks gaan wij nog praten met de drie presentatoren. Die zijn even aan het bekomen van alle commotie. En ik stel voor dat wij nog één keer genieten van een volledige week Music for Life. 3, 2, 1, start! Goedenavond, Gent! U mag van mij de allereerste plaats van Music for Life. 2009 starten. Het is Coldplay. Coldplay. En u mag hier een van mijn favoriet. Dat is goed. We zijn vertrokken. Kort resultaat dus voor Music for Life 2009.